Hallo Back Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Street Racing Syndicate. We gaan series nummer 2 doen. We gaan al tegen andere auto's, zoals je ziet, tegen een Mitsubishi. Oh nee, toch niet. Oh, sorry Mitsubishi, het leek er wel op van de zijkant trouwens. Maar dat is een Lexus IS 300. Een Celica GTS, dus dat is een langzamere dan die van ons volgens mij. En tegen een RX 8. En ja... Onze RX-8 is niet zo... Of onze ding is niet zo snel als die, denk ik. Maar we gaan het gewoon proberen. Het kost ons geen goud. Het levert ons alleen maar goud op. Dus dat is altijd positief. Oh, en de RX-7 is wel een stuk sneller dan ons. En die Lexus ook. En die Toyota ook. Maar dat gaan we allemaal inhalen. Kijk, de Lexus halen we nu al bijna in. Doei, Lexus. Oh, ja, wij zijn sowieso sneller. Overduidelijk. Alleen niet van de lijn af. Maar voor de rest zijn wij een stuk sneller. Zoals duidelijk te zien is in deze geweldige video van deze geweldige race. En zij hebben ook Nitro, dat hoor je ook wel, de hele tijd. Heel hard. John, ik haat jou, doei Zedeka. Jongen, het... Dat is echt zo'n kut geluid eigenlijk. Oké, vol gas. We rijden nog steeds eerst, hè? Dat is positief. RX-8, niet lief. Oké, inhalen. Oh, dan ga jij maar aan de kant. Doei, RX-8. Oh, we hebben nou dus officieel geen Nitro meer. Wat een beetje kut is, we moeten nog aardig wat races in deze serie. Maar het komt allemaal goed. Beloofd, ik ga alles winnen. Anders krijgen jullie allemaal... Nee, dan krijgen jullie niet, koekje. Oh, kut. Nou, laat dat winnen maar even. Vergeet dat maar. Niet heel lang, vergeet het maar heel even. Komt allemaal goed in de laatste ronde. We gaan dan eerst die kut Lexus weer inhalen. Donder op, jongen, lelijk kut ding. Oké, dan gaan we nu de RX-8 inhalen. Maar die gaat heel hard remmen, wij ook trouwens. Kijk, maar die RX-8 die gaat boom doen. En wij lekker niets. Dat was best wel een gemene lach trouwens. Nee, GTS, nee, Toyota Celica, nee. Wij zijn een GT. Oh ja, dan zou die sowieso al sneller moeten zijn trouwens, die GTS. Wij zijn maar een GT'tje, een GTS. Ga weg. Oh, motherfucker, jongen. Game, niet lef. We worden tweede, of we moeten Toyota Celica op wonderbaarlijke wijze inhalen, maar dat gaat nog niet lukken. We worden tweede, dat is niet goed. Nou ben ik verdrietig. Maar ja, maakt niet uit. Het gaat om het totaal aantal punten. Als je van het kampioenschap, zeg maar, of de serie, om het zo maar te noemen, maar eerste wordt, dan komt alles goed. Dus dat wordt nog zeer interessant, want ja, wij zijn een beetje langzaam van de lijn af, maar daarna maken we alles goed. Kijk, want we komen nu al steeds dichterbij. We moeten het alleen niet zo hebben op bochten. En die RX-8 sowieso. Die RX-8 is echt een bochtenmonster blijkbaar. Maar die eet die bochten echt hard op. En ja, wij niet echt met onze Toyota Celica. Kijk, en dan gebeurt er dat. Oh, die hield ik wel echt als een baas onder controle trouwens. Gaan we eigenlijk. Dus ik zie de baan niet eens, jongens. Het is gewoon één grote witte vlak. Vlek. En één groot wit vlak. Wauw. Nederlands. Oké, binnenbocht. Waarom de binnenbocht? Dat is best wel dom. Dan gaan wij boom doen. Oh, fuck. Oké. Oh, we kunnen hier kruisen. Mooi. Help. Die Toyota Celica kan niet zo hard draaien. Die Toyota, wat zei ik nou allemaal weer? Ik zei niks. Oh, dat wordt een zeer interessante race. Ik hoop dat we eerste kunnen worden, maar... Als ik het zo allemaal bekijk... Zie ik het een klein beetje somber in. Doei, ergens achter. Oh, nice. Dat deden we best goed trouwens. In vogelvlucht. Oh, dat deden we ook best goed. En dat was best simpel. De haast ging schade aan onze auto. Alleen het probleem is, dan gaan we hier zo meteen weer driften. En dan haalt die fucking Lexus ons erin. Dus we gaan het heel voorzichtig doen. Kijk, en is er niks aan de hand, dan haalt hij ons niet in. Wij zien geen zak. Echt gewoon helemaal niks. Maar het komt allemaal goed. Daar hield ik het drift in bedwang.
Dan zei ik, nee, game, niet driften. Daar gaan we juist driften, dat is de bedoeling. En dan snijden we hier een stuk af. Kijk. Perfect, en zo gaan we zo meteen de race winnen. Hoop ik. Maar waar is de finish? De finish is daar. Ja, dat moeten we net allemaal kunnen redden. Dat moeten we serieus net allemaal kunnen redden, denk ik. Kijk, want zij zijn allemaal heel langzaam daar. Wij zijn hier heel snel. Dit wordt echt gewoon geweldig. Ik ga dit winnen. Yay! Ik zeg het allemaal heel positief. Maar ik denk niet dat ik ga winnen. Maar, hey, positief blijven. Hè? Dat is altijd het belangrijkste. Met alles. Altijd positief blijven. En dat doe ik ook altijd. Ik blijf altijd positief. Tenminste, dat vind ik zelf. Oké, soms word ik ook wel eens boos. Help. Celica. En soms ben ik ook vast wel een keer chagrijnig. Maar over het algemeen, fuck off RX-8. Nee, RX-8. Over het algemeen ben ik altijd vrolijk en vriendelijk en lief enzovoort. Nee, Celica, nee. Ik moet echt vechten voor mijn leven hier. Nee, niet de binnenbocht. Oh, motherfucking RX-8, jongen. Jij bent niet lief. Maar hey, we zijn weer tweede. Maar nummer 1 is nou derde. Kijk, dus qua punten staan we nu gelijk. Dus dank allemaal van de laatste race. Gefucking geweldig. Daar ben ik niet blij om. Echt totaal niet. Dat was echt de race waar ik de eerste plek had kunnen halen. Deze is dan weer een stuk kutter waarschijnlijk. Als je zo kijkt met van die fucking krappe bocht. Oké, die bocht is te doen, denk ik. Als je zo kijkt, dan moet die te doen zijn. Daar kwam weer een hele rare schaduw door het beeld heen. Kijk, en ergens achter is die fucking langzaam. Toch. Ik denk dat dit is echt de plek waar wij tijd moeten kunnen halen. En dan hier wordt het een stuk minder. Vooral tegen de zon in. Maar hier hebben we net ook al opgereden en op geoefend. Ik denk dat we hier wel eerste kunnen worden. Als ik kijk hoe het nu al in de eerste ronde gaat, zou het normaal alleen moeten kunnen uitlopen. Dus moet het helemaal perfect komen, goed komen. Kijk, alleen halen zij mij hier weer in. Dat is minder fijn. En dat is het enige probleem. Daar moet ik zorgen dat ik een grote voorsprong heb. Wat compenseert met dit bochtenwerk hier. Oké, okay, de RX-8 die kan wel goed bochten nemen. Dat is niet lief. Maar we zijn aan het draften, zoals je ziet zelfs. Kijk, daarom wordt die teller ook oranje, omdat we aan het draften zijn. Voor de mensen die het nog niet opgevallen was. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Aan de kant. Aan de kant, zei ik. We moeten echt onze auto meer als wapen gaan gebruiken. Celica is vanaf nu een wapen, officieel. De MP Celica. Dat is van MP5. Ga weg. Ga andere mensen pesten, jullie. Kijk, anders waren we nou eerst geweest. Maar dit is helaas de laatste ronde nog niet. Dat is een beetje jammer. Oh, kut. Ik hou, oh, eigenlijk moet ik eentje hier neertikken dat hij de rest blokkeert. Maar ja. En ja, ik weet het, dat is vuil spel. Fucking care. Gas, 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 gas. Zijn. Auto. Celica. Doei, hoop ik. Lief zijn. Please, blijf heel ver achter mij rijden. Doe niks apart spannend. Please, please, please. Mij niet inhalen, lief zijn. Nee, 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 nee. Oh, hell no. Nee, RX-8. Nee. Nou, daar pas. Dat was een hele lange nee, trouwens. Tweede. God damn it. Oké, we hebben wel goud. Dat is wel iets. Wat? Eerste? Hoe ben ik? Ja, ik ben eerste. Yay. Ik dacht dat ik tweede overall was. Maar eerste overall. Yay. Eerste, woep woep, ik ben supergoed. Blijkbaar. Oké, gelijk onze auto weer per voor 18.000. Ah, 1800 graag trouwens. Dat gaan we sowieso. Kijk, dat gaan we niet halen, want we hebben geen 300 pk. Ik heb dingen aangepast aan onze auto dat die minder dan 300 pk maakt. Want in het begin was die wel 300 pk. What the fuck heb ik gedaan met onze auto? Nou, gewoon de bocht volgen en dan komen we er vanzelf. Oké.
Oh, dan gaan we even naar de tuningsgarage dingetje. Dus dat komt allemaal goed. Dan gaan we eindelijk die fucking uitlaat kopen die ik al zo lang wil. Dus het komt allemaal goed. Oh, ja. Kalm. Kijk, zo mooi. Wat een snelheid. 160 km per uur. Pam pam pam. Ja, dat is mijn eigen geschreven liedje. Dun, dun, dun. Doei meneer. La 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 la. Tuning shop. Maar wat heb ik dan aangepast waardoor die minder pk heeft? Dat is wel raar. Dit. Heb ik dit serieus gewoon al vernacheld? Door één fucking upgrade de vorige keer. You fucking serious. Ik moet huilen. Ik wil deze uitlaten al heel lang, dank u. NOS hebben we al, het allerduurste normaal. Kunnen we die refillen? Nee. Kunnen we remove als we willen. Dat is, die is nog, ja, die is ook goed. Sparky pluggies, ik weet niet meer wat hadden wij, we hadden dat. En... die willen we dan niet volgens mij, want dit is ook een performance module, denk ik. Oh nee, die willen we ook. En dan is het alleen de vraag welke sparkje plugjes willen wij hebben. Die van 50 of die van 50? Die van 50 natuurlijk. We hebben nou opeens bijna 400 pk in dit ding gepest. We hebben andere banden kunnen we pakken, dat is ook zeer belangrijk eigenlijk, maar daar doen we nooit wat mee. Parada spec 2, wat is het verschil, jongen? Ah, damn. Die banden, jongen, moet je kijken of het verschil dat maakt in een seconde. Holy fucking crap. 4,5, dus deze banden zijn beter, want deze zorgt voor 4 seconden. En deze zorgt er voor 4,6. En 4,8, maar hier hebben we een hogere topsnelheid, 161. En dat hebben we met deze niet, dus de topsnelheid gaat hier... oh jawel, oké, okay, 4... 4 seconden, fit it, klaar. Doen we niet moeilijk over weight reduction. Daar hebben we sowieso niet genoeg voor. Oh, we hebben genoeg voor weight reduction. Holy crap. Oh ja, we krijgen een carbon dingen dan. Dat wisten jullie niet, maar dan krijg je een carbon dingetje. En moet je kijken hoeveel sneller we dan zijn. Niet. Totaal niet. Ik wil neon. Dat wil ik ook al heel lang. Change color, dank u. Change color. Oh ja, je kunt ook change color, maar uit een paar bepaalde dingen kiezen. Blauw, oranje-achtig, roze-achtig, rood, lelijk blauw, lelijk geel-groenig, wittig, groen, blauw, oranje. En dan gaat het helemaal overnieuw natuurlijk. We pakken rood. Dat kan. Dan hebben we nog de velgen. Dan gaan we even bij koning. Was volgens mij altijd wel... nee, welke was het ook weer? Volk. Volk was lief. Is 15 inch, 16 inch en dan hebben we hier... oeh, die zijn best wel mooi, denk ik. Oeh, dat is al een beetje te groot. 17 inch, dat kost behoorlijk wat. Ja, wel mooie velgjes, maar velgjes doet niet wat qua snelheid, dus ja. Yes! Kopen. Cosmetic, dat hoeven we niet. De dyno kun je optesten, maar dat hoeft ook niet. Spoiler. Doet dat überhaupt iets qua snelheid? Ja, minder topsnelheid, blijkbaar. Ja, yep, ook minder topsnelheid. Oh my god, wat een lelijk spoiler trouwens. Ook minder topsnelheid. Oké, okay, dus dat doen we allemaal niet. Weight reduction kan nog steeds, als we dat willen. Remmen is misschien ook wel handig, maar daar hebben we niet genoeg cash voor. Sparky plugjes hebben we gehad. De turbo hebben we ook volledig aan, ja. Dat willen we niet. Dan krijgen we minder. Dat hebben we ook gehad, denk ik. Ja. De koning dingen. Die moeten we ook nog steeds. De suspension kit. Als ik deze nou koop, is dan die eraf. Ja, zie? Dat dacht ik al. Dus dan moeten we nu, zeggen we no. En anders zijn we stom geld kwijt voor niks.
Dus hetzelfde dat we hier hadden moeten doen. Waar was dat kudding? Hier. Daar hadden we het ook moeten doen. Maar wordt hij er sneller van? Nope, niks. In theorie. Maar hier hebben we dus ook een dom iets gekocht ergens. Denk ik. Dan hebben we dus alleen de springs dus, maar dat boeit nu niet. Dan hebben we dat en dat en dat en dat en dat en dat. Dan kunnen we voor de brembootjes gaan. Nee, dat konden we niet. Weight reduction maar. Dan gaan we voor weight reduction. Het zal vast wel iets doen. Yay! Yay! Oké, onze auto is getuned. Moet je kijken, die uitlaat. Die fucking uitlaat. Zo baas. Kijk, en weight reduction, je ziet er niks van, behalve dat de motorkap anders is. Maar hij is nu 4 seconden naar de 100. Dat zou je niet geloven, maar het is zo. En ja, hij is best snel, denk ik. Als ik zo kijk. We hebben nog steeds geen nitro. Your girl's waiting to party at the warehouse. Snow, not the warehouse. To the warehouse. Dat was de andere kant op, volgens mij. Ja, dat was serieus de andere kant op. Oké, ik wil jou wel even racen. Oh, for fuck's sake. We hebben niet genoeg cash om te racen. The girls are waiting at the warehouse, zei hij. Ja, de warehouse uit mijn hoofd. Nou wordt het interessant namelijk. Ik ga een feestje vieren met meiden. En... ja. Waar was de warehouse? De warehouse was... ergens. Dan moet ik nadenken. De warehouse was hier. Links. Voorbij de showroom en dan rechts, volgens mij. Oh nee. Oh, dat is een muur. We hebben gelijk een schade aan onze mooie Celica. Daar was de warehouse. See, that warehouse. Feestje in de warehouse. Dit wordt zeer interessant. Moet eens kijken wat wij naar de warehouse toe rijden voor het feestje met de meiden. Heel hard. Party. And party and... girlfriends. Yay! Katie. Oh nee, Kyla. Kyla. Haar gewicht is 52 kilo. En dat is pond, 105. Haar hoogte weet ik nog steeds niet. Wat 5 inch is en shit. Of 5 inch. Goed bezig. De stats van haar maten zijn dat. Van taille, buik en weet ik niet welke eigenlijk. Oké, Kyla loves guys who are challenged. Who are a challenge, strong and sensitive. En dan kunnen we mee hook up doen. Je kunt ook een video kijken van haar. View video, nou wat het. Dit is de video van Kyla. Oh ja. En dat zijn daadwerkelijke video's, hè? Dat is toch het mooiste van alles. En dan zie je haar dansen. Kijk, en dat was natuurlijk zeer interessant toen ik 14 was. En jullie zijn nu 14, dus dat is voor jullie ook zeer interessant, denk ik. Niet dat dat super interessant is. Het enige wat interessant voor mij is, is dat er fucking muziek onder zit. Gaan we even escape en dan kunnen we hook up doen. Are you sure you want to roll with this girl? Dan zeggen we yes. En nou staat zij, als ik het goed heb. Zij zit nou niet hier bij ons in de auto of zo. Maar als het goed is, bij een race, zit zij nu het aftelwerk te doen soms. Volgens mij denk ik. Ik weet niet meer wat het idee was van hook up. Ik weet alleen dat we rode neon hebben. Yeah! Me likey neon. Oh, boom, auto. Maar ja, we moeten weer op zoek naar een event. Of naar een ding in ieder geval, zodat we iets kunnen doen. Want we hebben nou wel een ziek snelle auto. Oh ja, we moeten gewoon weer terug naar het andere event trouwens. Oké, we gaan weer naar dat één event, daar. Oh, oh, muur. Deze. Gaan we hem even repareren. Oh, dat klinkt heel grof. Dat motorgeluid klinkt heel mooi, maar geen enkele auto van ons die daar staan, zeg maar, kan dat geluid maken. Dus dat klopt iets niet. Maar we gaan de onderste series in. Dan moeten we 300 plus pk hebben. Dat wordt een zeer leuke ding is. RX-8, dan is het met een Lancer. Oh, dit wordt wat. Allemaal 3,5 seconden ook. Kijk, dan topsnelheid. Veel hoger dan die van ons. Die van ons is 161. Deze is fucking hell, jongen. Af en toe werkt het niet helemaal goed met controle. Deze is al 1 mijl per uur sneller dan ons. Maar hij is weer een halve seconde sneller qua 0 naar 100. Die is langzamer 0 naar 100. Die helemaal. Dus dit wordt echt gewoon een ramp. Maar hey, we doen ons best met onze mooie Celica.
Ik vind dat we best goed doen trouwens. Als Celica zijnde, die eigenlijk gewoon een beginnersauto is, dat we toch nog zo lang meegaan met de grote jongens. Dat vind ik best knap. Oké, hij stuurt wel voor geen ene fucking meter. En ik ga blij zijn als wij een andere auto kopen, zoals een Nissan 350Z op den duur. Dan ga ik echt blij zijn als een klein kind. Want dan hebben we eindelijk een auto die wel een stuk sneller is. En hoe wij de fucking nitro revillen, weet ik dus niet meer. Dat is het probleem, want zoals nu, we hebben nooit meer nitro. Dat is echt een eenmalige buy of zo. Dat is een beetje kut. Maar een ding wat wel fijn is, is dat die fucking kutzonde niet meer is en dat nou een beetje schemert. Dat is zeer aangenaam. Fuck off, Lancer. Oh, ik zie geen... Oké, never mind. De zon is er nog steeds, trouwens. Maar dat viel er wel op, denk ik. En ik denk dat we hier wel makkelijk eerst kunnen worden, eigenlijk. Als ik zo kijk. Behalve dat wij fucking muren hard nemen. Omdat die auto echt crap rijdt door bochten. En dan ook echt gewoon crap. Hij rijdt niet gewoon kut of zo, en echt gewoon crap. Haal de Nissan, de Nissan, wauw. De Mitsubishi in. Ik kan echt niet meer spreken, help. Oh, kut. Er is echt iets mis met mij. Dat ding klinkt echt crap trouwens. Wat wil hij van de kamikaze aan wel doen dan? Fucking hell. Oh, zie mij hier gewoon full speed invliegen en ik zie helemaal niks door die fucking zon. Help. Dat is de bocht. Oh, motherfucker. Ah ja, maar als we het goed doen, kunnen we hier sowieso eerst worden. Ga aan de kant, nu zo'n run 5Z, ik vind jou lief, maar niet nu. Oké, kom op Celica, kom op, we kunnen het. We gaan de Mitsubishi Lancer Evo 9 inhalen. Vol gas, doei! Of misschien niet, doei. Ja, waar, doei. Oh fuck, dat was een hele close bocht. En we zijn eerste, yay! We zijn eerste. Ik kan het wel. Yay, eerste. Geweldig. Oké, maar we gaan verder in de volgende part. Dan gaan we deze series afmaken. Deze race series dan toch. Ik hoop dat je het nog heel leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dik thumbs up. Deel het met je vrienden en zet het met je favorieten. Zie ik je in de volgende video. Later.